Zo jongens, goedemorgen. Dit is de taxichauffeur. Goedemorgen. We zijn onderweg naar Radio 538, die hij gelukkig ook aan heeft staan in de taxi. Ik heb zo meteen mijn eerste show op 538. Ja. Dus ik heb zo meteen... Ik ga zo meteen beginnen. Goedemorgen, Barend hier. We zijn fris, we hebben goed geslapen. En we hebben zin in. Doei! Hier gaat het zo meteen gebeuren. Het is nu ongeveer zo 11:45. Ik ben toch wel een beetje zenuwachtig. Ja, dit is dan weer niet heel erg ontzettend fris om te zeggen. Maar lieve mensen, hij is net gedaan. Het befaamde zenuwenpoepje. Maar ik wil even de andere toiletten laten zien van Radio 15. Wij hebben tegenwoordig de mogelijkheid om te urineren in de mond van Amy Winehouse. Nou, daar zit hij dan. Ik heb net de eerste presentatie gehad, verkeersinformatie, dat soort dingen. Barend van Delen. Ja, ja, goedemiddag in het weekend van 15. Hallootjes. Even kijken hoor, of het allemaal goed gaat. Ik bedoel, het is ook een beetje mijn eerste keer hier. Als het goed is, gaat Dua Lipa eraan komen nu. Fantastisch toch, hé? Dave! Ja, ja? Ik moet je wel zeggen dat ik het wat bijzonder vind dat je 12:22 met een fles champagne komt. Dit al kon brengen. Maar je werkt nu bij 538. Ja, dat is wel waar, ja. Dat is wel waar, ja. Hé, hey, dankjewel, man. Dus nee, op je eerste uitzending, man. Heel goed, goed dat je er bent. We zijn een uurtje onderweg. Ik heb nog geen directie gezien. Ik heb nog geen klachtenbus voor de deur gezien. Volgens mij gaat het goed. Ik ben nog niet helemaal in topvorm. Maar wat zit ik hier te genieten, zeg, hé? Hey. Dit is top, moet je nou kijken, man. En deze plaat, hé. Hey. Show ik een beetje leven. Hoe goed wil je het hebben? Je zult bij jezelf denken, nou, dit is weer zo'n presentator die zegt, oh, wat was die fantastisch, wat was die leuk. Maar ik ben echt dolgelukkig. Ik voel me thuis. Ik vind het fijn om hier te zitten. Ik vind het tof dat je hebt geluisterd. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender, 538. Dat. Doei doei.